ik weet het niet, man. Maar ik heb moeite met een balans te vinden tussen mijn normale leven en mijn leven als hulpje. Want waar eindigt Henry Hart en begint Kid Danger? Het waren gewoon wat zware jaren. Weet je, bedankt dat je luistert. Ray. Wow, 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 wakker, wakker! Je zat te slapen? Ach, het is een rechte weg. Jij hebt de berenpak aan. Ik ben onverwoestbaar. We hebben een atoombom uit de oorlog in onze achterbak. Oh ja. Was ik even vergeten. Het is wel een oudje. Hoe lang heb je hem al? Sinds mijn 16e. Dus 10 jaar. Hij lijkt ouder dan dat. Nou, dat ben ik niet, oké? Okay? Ben ik niet. En hij, de truck is niet oud, oké? Okay? De truck is een jongen. Een jonge jongen. En hij wordt nooit ouder en hij gaat nooit dood. En mami blijft altijd van hem houden. Oké, okay, jeetje. We rijden nu al 3 uur. Mijn telefoon is helemaal leeg. Nou, ja. Je mag wel opladen. Ik denk niet dat dat werkt. Wel voor mijn mobiel. En voor mijn stoelverwarming en voor de draagbare airco onder de stoelen. Oh, oké. Okay. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Perfect. Wat is er gebeurd? Wacht. Kom op, niet mijn stoelverwarming. Goed gedaan, hoor. Die mobiel heeft de mantruck gesloopt. Waar heb jij het nou over? Alles ging goed totdat je die rare telefoon in het elektriciteitsnet stak. Oké, dat elektriciteitsnet van de mantruck is gemaakt van plakband en ontkenning. Daar ben ik het niet mee eens. Oei. Zijn we nu ver genoeg uit de stad? Waarvoor? Om Susie uit te schakelen. De atoombom uit de Tweede Wereldoorlog die achterin ligt. Ah ja, dit blijf ik maar vergeten. Hoe dan ook. Waar heb je haar gelaten? Hm? Waar heb je haar gelaten? Ik heb Susie nergens gelaten. Jij zei dat jij haar achterin zou leggen. Dat is niet waar. Voordat we gingen, liep jij terug naar de mancave voor je stekkerdoos. En toen zei ik op de terugweg, pak fluitende Susie en leg haar achterin. Oh, en wat zei ik toen? Jij zei bom voor de bakker. Oh ja, nou weet ik het weer. Dat was grappig. Dus als fluitende Susie hier niet is, waar dan wel? Zouden Ray en Henry fluitende Susie niet meenemen? Ja, hoezo? Ze staat nog hier. En een plan bedenken. Oké, je hebt gelijk. Oké. Eén ding tegelijk. We pakken onze telefoons, bellen we met de mancave om het uit te leggen. En dan moeten we... Wat? De telefoons zijn doorgebrand. Oké, nieuw plan. We gaan naar een andere stad. Wat? We beginnen een nieuw leven. Kijken niet meer om. Ik word daar een knappe buschauffeur of een stoere hersenschirurg. Hé. Wat? Zag jij net ook die telefooncel? Volgens mij lag ik toe te pitten. Nou, ik dus wel. Dus we moeten teruglopen, de mancave bellen en zeggen dat zij fluitende Susie hier. Waarom sturen we niet gewoon een appje? En terwijl ik het zeg, weet ik weer waarom het niet kan. Oké, even overgaan. Ik had echt dit pak uit moeten doen. Heb jij 50 cent? Huh? Captain Man, noodgeval! Goed werk, man. Oké, bel de mancave. Wat is het nummer? Hoe moet ik dat weten? Ik bel de cave nooit. Nee, ik ook niet. Bel Charlotte dan. Oh, ja.